Willem-Alexander, Barry, hoe moet ik je noemen? Ja, nou doe het maar gewoon Barry. Hè? Hou het op Barry. Barry. Gefeliciteerd, je kwam hierheen. Je hebt al 4 keer hier gewonnen. Dit was 5 keer nu, hè? Ja, dat is de 5e keer, ja. Hoe krijg je het ook voor elkaar? Ja, ik weet het ook niet. Het was spannend, moet ik zeggen, hoor. Want je hebt de avond gezien. Er was een zeer sterk deelnemersveld. Er waren van tevoren al, wij zeiden van nou, er doen 8 deelnemers mee. Er zijn er al 6 die zouden kampioen kunnen worden. En dan neem ik hem maar mee. En dat had ik zeker niet verwacht. Ik dacht zeker dat Kitty Govende ook heel veel kans zou maken. Gelukkig ook dat het mooi verdeeld is eigenlijk. Dat zij de publieksprijs nou heeft. Ik de titel en ja, voor mij nu de 5e keer. Dus dat ik die tol mee naar huis neem. En ik mag deze ook weer houden. Dus dat is wel gaaf. Dat is gaaf. Ik had niet verwacht. Nou, we merkten toch dat er wat verschillende typetjes waren. De ene is wat rustiger, de andere wat drukker. Ja. Heb je daar ook moeite mee? Hoe krijg je het voor elkaar om de zaal naar je hand te zetten? Goed. Iedereen heeft zijn eigen stijl natuurlijk. Zo werkt dat nu met Tom Praat. Dat is net als met cabaret. En ik heb er wel ideeën over hoe ik vind dat Tom Praat moet zijn. En ik probeer juist, wat ik dan leuk vind te doen en dat mijn krachtig is een spel. En ik probeer alle emoties bij de mens probeer ik te gebruiken, zeg maar. Ik vind het leuk om daarmee te spelen. En ik denk dat dat ook heel veel variatie geeft in het geheel. In de hele presentatie voor mij. En ik denk dat dat is. Je weet het verder niet. Ja. En nu op tournee? Op tournee, ja. Het wordt druk natuurlijk de komende tijd. Hè. Kijk, wij hebben nu een vol programma staan tot en met carnaval toe. Dat staat er al. En dit opent ook weer deuren natuurlijk. Dat kan niet anders. En, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal verder gaat lopen. En, Ik zeg er maar stil van. Ik bedoel, ik had het eigenlijk niet verwacht dat ik nu zou gaan winnen. Ik wist dat ik vooraan zou eindigen uiteraard. Maar dan zit ik een enorm puntenverschil ook nog in. Terwijl 2 en 3 is maar 1 punt verschil. Dat is zeer opmerkelijk. Hè? 1 punt is toch voldoende. En heel klein, heel weinig op zulke aantallen. Hè? En ik steek daar alweer ver bovenuit. En dat is wel heel raar ook alweer. Om daar even, dan moeten we even laten bezinken, zeg maar. Had ik niet verwacht. En volgend jaar weer terug of? Ik mag volgend jaar weer mijn titel verdedigen, hè? Dus, maar het is allemaal een rare gewaarwording nog. Ik heb 1 keer dus 3 keer achter elkaar gewonnen. En toen een jaar niet. En vorig jaar gewonnen en nu win ik dus weer. En nu zei het net de organisatie tegen mij van nu moeten we weer een nieuwe ton gaan kopen. Want dat is de regel hier. Als je 3 keer achter elkaar wint, mag je de ton houden. En win je hem 5 keer in totaal, mag je de ton ook houden. Dus ik heb er nu 2 staan. Definitief in Hezen. Geweldig, top hoor. De trots van Hezen. En tot slot heb je nog 1 tip. Tot slot nog 1 tip voor de jonge tonpraters die naar jou zitten kijken. Die denken, ik wil later ook in die ton staan. Ik wil ook 5 keer de zilveren ton mee naar huis nemen. Wat is jouw gouden tip voor hen? Een tip? Ja, zorg dat je de diversiteit van jezelf laat zien. Zorg dat je herkenbare situaties naar voren roept. Maak het verhaal beeldend. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Althans, mijn kracht. Maar maak in ieder geval gebruik van je eigen kracht. Dat geldt voor iedere tonprater, is er anders. Dat is een voornaam ding. Ja, graag gedaan. Geniet ervan. Doe ik zeker. Bedankt. Bedankt. Ja.